Geachte aanwezigen. We zijn hier bij elkaar om stil te staan bij het overlijden van onze burgemeester, Ewout van der Laan. De ziekte en het overlijden van onze burgemeester hebben in Amsterdam, maar ook daarbuiten, veel teweeg gebracht. Namens de gehele gemeenteraad, namens alle fracties, wil ik hier ons verdriet en het gemis dat we voelen uiten. Vandaag gaan onze gedachten in de eerste plaats uit naar zijn familieleden. En naar alle mensen die hem dierbaar waren en voor wie hij dierbaar was. Namens ons allen wens ik iedereen heel veel sterkte toe. Ik sta hier met lege handen. Amsterdam verliest een burgemeester om van te dromen. De burgemeester zei zelf over zijn voorgangers dat Amsterdam kennelijk het vermogen had om in elk tijdsgewicht de juiste burgemeester te hebben. Wij verliezen met Ewout van der Laan een burgemeester die in elk tijdsgewicht de juiste zou zijn geweest. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Het zijn de waarden die staan voor de stad Amsterdam. Gekomen als provinciaal uit Rijnsburg, het zijn zijn eigen woorden, werd Ewout van der Laan de belichaming van die waarden. Hij werd de verpersoonlijking van Amsterdam. Hoe heldhaftig was de burgemeester toen hij homorechten belangrijker vond dan een ontmoeting met president Poetin en vervolgens mee protesteren met de Amsterdammers? Hoe vastberaden was hij in de Amsterdamse zedenzaak? Het zijn beelden die in ons geheugen staan gegrift. Invoelend, onverschrokken en vastberaden. Hoe barmhartig was hij? Hoe hij altijd achterom keek of niemand achterbleef, zoals hij vond dat het in Amsterdam hoorde. Zo werd hij bij het begin van zijn burgemeesterschap al meteen beschermheer van de dak- en thuislozen in de stad. En ik weet, hij nam dat heel serieus. Geachte aanwezig. We herdenken hier een man die veel meer was dan de successen die hij met en voor de bewoners van onze stad boekte. Hij was niet alleen een burgemeester, een burgervader of een bestuur, zei hij dan wel. Ik ben ook een burger. Voor hem bestond er geen kloof tussen het bestuur van de stad en de Amsterdammer. Je bent niet alleen politicus, je moet je kunnen verplaatsen in de burger, zei hij. Zelf ontkende hij trouwens stellig dat hij een politicus was. En dat vind ik onterecht. Hij was hoe elk politicus zou moeten zijn. Invoelend, onverschrokken en vastberaden. Dat maakte de burgemeester geliefd. Hij was een mens die herkend werd. Herkend door de Amsterdammers, van oost tot nieuw-west, van noord tot zuidoost. En niet alleen in Amsterdam. De regio, maar ook ver daarbuiten. De herkenning dat het authentiek was. Onze burgemeester gaf mensen weer vertrouwen in de politiek. En die herkenning, die hebben we de afgelopen tijd overal kunnen zien. Ik ben trots op mijn Amsterdam dat zijn waardering voor Ewout van der Laan niet onder stoelen of banken stak. Ook nu het hart op de tong had. En dat Ewout dat allemaal heeft mogen meemaken. Ewout gaf wat hij had. En de stad gaf het terug. Lieve mensen. Ik weet hoe Ewout het vond dat zijn werkkamer uitkeek op het beeld van Spinoza. De Amsterdamse vrijdenker, daar zijn we trots op, zei hij dan. Velen, onder wie ik zelf, maar ook velen van u, waren dan ook geraakt dat op die voor hem zo dierbare plek een marktkoopman met grote letters van tweedehands cd's had geschreven: Ewout, we love you. En waar maak je mee dat een burgemeester de titel krijgt van Damsco-strijder? Amsterdamse straatkunstenaars maakten een kunstwerk. Hij was een strijder. Met groot hart voor zijn Damsco, voor zijn Moken. Zoals Amsterdam in straattaal wordt genoemd. De Damsco-strijder is inmiddels onderdeel van de collectie van het Amsterdamse Museum. Wat een waardering. Het komt hem toe. En ook de film waarin Amsterdammers beloven goed voor de stad te zorgen. Het applaus bij de Amstwoning. Het gesprek in Zomergast. Nu de afgelopen dagen alle reacties. De pagina's rouwadvertenties. Het houdt niet op.
Eberhard was een burgemeester die graag wilde dat er harmonieus wordt samengeleefd. En hij bracht haar. Harmonie. En ik wil hier een grote dichter, Nazem Hikmet, citeren. Laten we zo vrij en sterk als een boom en zo gebroederlijk als een bos leven. Ik begon deze toespraak met ik sta hier met lege handen, maar hoezo? Hoezo staan we hier met lege handen? Want wat heeft Eberhard van der Laan ons allemaal niet nagelaten? Laat hem een inspiratie zijn voor ons allemaal. En laten we samen met elke Amsterdammer werken aan onze stad, zoals het hoort. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Zoals Eberhard. Alles voor de stad. Eberhard, Bikkel, ik ga je missen. Burgemeester, vaarwel. Ik durf te zeggen dat het moeilijkste toespraak was wat ik in mijn leven heb onthouden. Ja. Ik denk dat ik nog even de tijd neem om alles te verwerken. Wat vond u heel erg belangrijk om toch die raad ook mee te geven in uw woorden? Eberhard zoals we hem kennen. Eberhard zoals die was. En ik heb proberen uit te leggen dat wat mij betreft hij de verpersoonlijking is van waar Amsterdam voor staat. Heldhaftig, vastberaden en barmhartig. Ja. En deze zaal herkent dat met Eberhard. Onverschrokken als hij is. Zo inlevend als hij is. En zijn plekje is leeg vandaag. En het raakt ons. Wat vond u van de bijeenkomst? Mooi en waardig. Hoe hij herdacht werd en hoe benoemd werd. Zowel door de lokale burgemeester als de voorzitter van de raad. Zo herkende ik hem ook. En dat was mooi om hier mee te maken in het Huis van de Democratie. Waar we ook samen vele malen geweest zijn om onder zijn leiding verantwoording af te leggen aan de raad.